Hele goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben bij de McDonald's om even een zwarte koffie te halen, want ik ben weer echt goed bezig, jongens. En daarna ga ik even deze nagels doen, want ik heb echt een enorme uitgroei. Ik moet eigenlijk ook echt nodig tanken, maar dan kom ik net iets te laat van mijn afspraak. Maar ik wil gewoon geen risico nemen met deze auto dat ik straks ergens stilsta. Want ik kan nu nog zeg maar 20 kilometer. En ik moet iets van 15 naar mijn bestemming rijden of zo. Dus ik wil die risico niet nemen. Ik ga zo gewoon tanken. En dan heb ik wel even wat later ben. Ik heb ook echt zo'n oma vestje aan van de Primark. En zo'n heel relaxte outfit. Want ik ga zo ook een pedicure nemen. En dan zit ik gewoon lekker chill. Zo, bij de tank aangekomen. Want ik wil die risico toch niet nemen. Ik ben echt blij dat ik koffie heb gehaald, jongens. Ik heb een zwarte koffie. Ik was Masha's vlog aan het kijken. Maar die ga ik even straks verder kijken. Want ik ben al aangekomen. Ik heb echt heel erg veel zin in een pedicure. Vooral met het mooie weer. Laatst was het weer echt slecht weer. Maar met het mooie weer de laatste tijd. Ik durfde echt geen sandalen aan te doen. Omdat mijn nagels niet had geraakt. Ik vind het echt zo lelijk. Ik ben nu bij Deluxe Nails en Spa. Ik stap een heerlijke massagestoel. En ik krijg een pedicure van Natasha. Ze kijkt niet. Ja. Hey. Ik ben klaar met de pedicure. Ik ben er zo blij mee. Mijn voeten zien er nu zo verzorgd uit. En ik ben nu ook echt blij dat ik gewoon sandaaltjes aan heb. Echt. Very cute. Alleen had ik geen tijd meer om mijn nagels te doen. Mijn hand tenminste. Want ik heb zo'n afspraak met Nessie. We hebben een meeting bij... Tenminste, Nessie heeft een meeting bij Fletcher Hotel. En hij wil heel graag dat ik meeging. Dus het gaat even voor. Ik ga van de week weer even langs om deze nagels te fixen. Maar voor nu even mijn man supporten. Jongens, ik ben inmiddels weer met Nessie. Heel lang niet. Echt hè? Wij gaan nu richting Fletcher Hotel, wat Nessie bij ons een meeting heeft. En ik ga mee. Hoe loop je nou te kijken, man? Iedereen loopt echt te kijken naar jou. Volgens mij rij je echt gewoon super slecht. Ik rij gewoon 130, waar je 130 mag. Ik rij gewoon rustig. Ja, maar iedereen irriteert zich aan jou. Hoe kan dat nou? Echt, net ging zo'n chick ook echt om en boos kijken naar hem. Zo boos kijken naar elkaar. Ze rommel en de auto's in Nessie meteen heeft overgenomen. Is het echt een heel lelijk auto geworden. Maar ik wil even mijn teennagels laten zien. Kijk hoe mooi. Fleeky. Soms als ik mijn nagels heb gedaan, vragen ze dus om de kleurnummer. VDM. Dit is nummer 3. Voor de mensen die deze kleur zouden willen. En we zijn er. Ik vind het echt een mooi hotel. Zou je dat ding op eens naar beneden gaan? Ja. Jongens, ik heb een Caesar salad besteld. Is makkelijk. We zijn dus al een tijdje klaar met de meeting. En toen zijn we weer teruggereden naar huis. Nou ja, tenminste, we kwamen in een file terecht. En nu zitten wij tussendoor te rijden. En we komen nu echt op plekken waar we gewoon moeten komen. Maar het ziet er wel leuk uit. We rijden nu langs een heel leuk wijkje. Misschien leuk om hier een huis te kopen, Nesje. Wij zitten echt te zoeken, zeg maar, waar wij kunnen gaan wonen. Want wij willen waarschijnlijk wel echt heel graag uit Rotterdam, zeg maar. We zijn zeg maar wel echt Rotterdam ontgroeid. We want to go back to the boerengat. Ja, wat ik net wou zeggen, wij willen gewoon eigenlijk in een dorpje gaan wonen. We willen heel graag uit de stad. En ja, we zijn gewoon een beetje ontgroeid. Het voelt eigenlijk ook best wel raar aan. Het is wel alsof ik, ja, we zijn gewoon een beetje volwassener geworden of zo, hè? Ja, vroeger ging je zeg maar de drukte opzoeken, toch? Ja, vroeger wilden we zo graag in een stad wonen en nu... Ja, dus dat is helemaal voorbij dat gevoel. We zijn nu met een heel schattig tentje onderweg. Het is eigenlijk een friettentje waar die verkoopt ook salade, snacks, bami en nasi, alles erop en eraan. Dus daar zitten we nu. Ik heb nu een lekker watertje en we krijgen zo ook een frikadel. Zo meteen, we hebben een beetje wat drinken. Echt hè? Keep hydrated. Zo wou ik eten. Ik heb trouwens lekker gehaktbal, frikadel. Mensen met een broodje kroket. En fit life, bitches. Hij heeft het gewoon met ketchup. Oh. Weet nou kroket met ketchup? En toen heb ik water gemorst. Shit. Wij zijn klaar met eten en wij hadden afgesproken met elkaar dat we gezonder gingen eten. Maar wat ga je nemen? Gezonder? Je hebt een frikandel gegeten. Maar ik mag een frikandel met keto. Wat is dit normaal? Mag dat? Ik mag een frikandel. Sonja Bakker doet niet aan keto. Wat ga je nemen? Een kinderei, de kleinste. Met disco dip. Succes, hè? Kijk, met zijn ijsje. Ik ga helemaal...
Dat doet me echt denken aan vroeger. 1,30 euro. Dat doet me echt denken aan vroeger, dit ijsje. Lekker hoor, Nes. Dit is als ik naar de zwembad ging. Als ik naar de zwembad ging met mijn vriendinnen, gingen we altijd zo'n ijsje nemen vroeger. Maar toen was ik 10 of zo. Wij zijn net thuis en wij hebben een nieuwe kattenpaal gekocht. Ik ga een stuk, ik ben benieuwd wie er als eerst op gaat. En ik ga even deze erop sprayen, want volgens mij heeft Lira een beetje stress. En dit is een no stress spray. Oh, Lira gaat er als eerst op. Hi Lira, leuk hè? Schatje. Hi, leuk hè? Leuk hè? Leuk hè Lira? Wij zijn inmiddels al een tijdje thuis. We hebben lekker gelegen op de bank. We hebben even tv gekeken. Echt lucht hierachter is echt super mooi. Het lijkt bijna Photoshop. Zo mooi is het. Prachtig. In ieder geval, ik ga nu even starten met koken. Want we hebben een beetje trek gekregen. Ik denk dat ik even kip ga grillen of zo. Maar dat zien jullie zo wel. Ja, ik ga gewoon een kip grillen. Ik heb er heel veel zin in. En ik had de kip er gisteren al uitgehaald. Dus dat komt wel goed uit. Zo, de kip is gesneden. Kattenprikkers erin in het water. Die hebben we straks even nodig. Of hoe kost het opbrengen? De kip is klaar. En nu? Nessim gaat me helpen met kip rijgen. Je moet hem zeg maar horizon in de lengte doen. Goed, zo. Je hebt goed opgelet. Vroeger als sous-chef gebruikt. Nou, de kip is bijna klaar. Ik ga nu een eigen satésausje maken. Bid voor me, het gaat lukken. Ik heb even gegoogeld, want ik heb geen satésaus thuis. Maar ik heb wel pindakaas. En je kan blijkbaar satésaus maken als je pindakaas in huis hebt. Dus ik ben benieuwd. Nou jongens, pindasaus in de making. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb er ook sambal in gedaan volgens het recept. Ik hoop niet dat die te pittig is voor Nessie. En ik heb hier kip. Die heeft Nessie net erin gedaan. Zo, de satésaus ziet er steeds beter uit. Het wordt steeds dikker en dikker. Ik ben echt benieuwd of die net zo lekker gaat smaken. De kip is klaar. Yummy. Zo. Even kijken of de satésaus lekker is. Jongens, de saté is gewoon lekker. Zo lekker gegeten. En ik wil jullie even mijn katjes laten zien. Kijk hoe lief en hoe blij ze hiermee zijn. Eentje onder. Hi. En eentje boven. Hey, jouw nagels moeten we echt alleen knippen. Hè? Je blijft overal achterhaken. Hi Lina, ben jij blij? Ben jij blij? Volgens mij heeft het spul dus echt goed gewerkt. Want Lira is helemaal rustig. Even de grill schoonmaken, jongens. Dit is echt rotwerk. De kokos in de keuken er zo uit. Dus ik ga even de vaat uitpakken en weer inruimen. Top dit. De vaatwas is uitgepakt. En weer ingepakt. Hups. En nu ga ik even de keuken verder schoonmaken. Aangezien ik toch al bezig was, ga ik nu even lekker dweilen. Dus we zijn lekker aan het chillen. En ons huis is weer heerlijk schoon. Kijk, onze katjes chillen, kaarsjes aan. Heerlijk hoor. Hi. Zo warm gekregen. Ik heb even de ventilator aangedaan. Oh, heerlijk. Hele goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Zo, ik ben opeens donker. Mijn contour is echt niet flicky. Maar ik heb dus geen foundation op. Misschien daarom wat meer vlekt. Ik kan eindelijk mijn verhaal doen. Ik heb vanochtend mijn bezoek opgehaald van het station. En het regent echt super hard. Dus we zitten eigenlijk lekker op de bank de hele tijd. Ik heb me even klaargemaakt nu. Want ik heb zo een afspraak met dermakliniek. Voor een laserafspraak. Echt fucking dom ingepland. Nu moet ik dus mijn vriendin meenemen naar dermakliniek. Terwijl ik mijn bikinilijn en alles daaronder moet fixen. Dus dat is wel een beetje voor scheut. Maar maakt niet uit. Ik ga me even snel omkleden en dan gaan we vertrekken. Ik lig dus keihard buiten. En ik heb gewoon deze jurk aan van de Zara en deze slippers. Ik ga natuurlijk wel een dikke jas overheen doen en zo. Maar ik vind het gewoon heel erg chill als ik ga laseren. Dat ik alles gewoon heel erg makkelijk uit kan doen en weer aan kan doen. Want anders vind ik het echt
niet chill. Ik heb gewoon zo'n kropjasje eroverheen gedaan. Ik vind het helemaal prima voor nu. Zullen we gaan? Oh, dit weer is echt helemaal top, jongens. Jongens, outfit goals wel. Ik heb een regenjas eroverheen van Nessie. Zo, we lopen naar Dermatoliek. Het regent echt niet normaal. Oh, 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 oh. Jongens, ik heb het overleefd bij Dermakliniek. Vandaag had ik echt zoveel pijn tijdens het laseren. Niet normaal. En dat heb ik echt normaal gesproken nooit. Maar soms ben je daar iets gevoeliger voor. En ze heeft ook nog veel harder gezet. Dus ik ging letterlijk dood bij mijn bikinilijn. Maar als het erop zit ben je echt zo blij weer. Want nu heb ik echt minimaal gewoon een maand geen haar meer. Dit is trouwens mijn vierde behandeling. Ik moet denk ik 8. Ik denk dat nu wel de helft van mijn haar wel echt weg is. En ik kan niet wachten tot het gewoon helemaal weg is. Dat ik gewoon lekker een bikini aan kan doen zonder zorg dat ik er niet naar om hoef te kijken. Ik heb net trouwens even alleen mijn bikinilijn gedaan. En daaronder helemaal. En mijn oksels. Ik wil eigenlijk mijn gezicht ook doen. Maar we hadden maar 40 minuten ingeboekt. En ik was vandaag best wel gevoelig. Dus ik dacht, doe maar mijn gezicht vandaag even niet. En vrijdag kom ik terug voor de rest van mijn lichaam. We zijn nu bij Meran. En ik heb hier een lekker theetje. Het is buiten echt zo koud dat ik zo blij ben met een thee. Niet normaal. Mijn vriendin wou net pide bestellen, maar ze is geen Turks. Ze is niet Turks. Ze zegt ze, mag ik alsjeblieft bite? Ik heb lekker een Caesar salad. Wij zijn net thuis. Ik ga mijn vriendin even helpen met een project die zij heeft. Zij moet daarvoor even een shoot doen, een video opnemen en het editen. En ze heeft mij even gevraagd om haar te helpen. Dus dat is wat we eigenlijk nu heel snel gaan doen. Wij zijn klaar. Alles is echt fucking goed gelukt. Ik ga nu even naar de supermarkt. Ik moet even een paar dingen inkopen. Want Nessim komt zo thuis en dan gaan we samen even eten. Nessim wil gewoon weer kipsaté. Niet normaal. Ik heb daar niet zoveel zin in. Dus ik ga gewoon gegrilde kip eten, denk ik. Gewoon met lekker groente of zo. En dan koop ik voor hem apart saté. Ik moet ook nog ketchup en zo halen. Ik ben net thuis. Ik heb even een paar dingetjes gehaald. Zoals kroephoek, saté saus. En ik heb dezelfde ketchup gehaald die Honey me had aangeraden. Dus ik ga nu lekker aan de slag. Hier twee snijplankjes. We gaan hier even samen koken. Maar ik heb de snijboontjes gekocht. Saté saus, komijnzaad, gember, basmati rijst, gebakken uitjes, kroephoek en ketchup. Zo, wij zijn zoetzure komkommers aan het maken. Hier zitten alleen nog komkommers en paprika in. Er komt nog natuurazijn in. En suiker. En aangezien ik geen suiker mag, heb ik hier dus sucrine. Dus ik ben heel benieuwd of het dezelfde smaak gaat geven. Zo, de kip is klaar. Dit keer wel met ketchup. Ziet er al veel beter uit. Vriendin heeft even uitjes gesneden, straks voor bij de groenten. En we gaan nu weer beginnen met rijgen. Zo, de kip is klaar. Ik ga nu even groenten pakken. De kroephoek staat op tafel. We hebben zo'n Indonesische kroephoek met kruiden. En komkommertjes zijn klaar. Deze moet ik zo in de magnetron doen. En ik had deze nog meegenomen van Meran. Die ga ik ook even opwarmen. Dus kijk, die wil daar liggen. Chilling! Altijd als ik aan het koken ben, liggen zij daar gewoon zo. Ik heb het erin. Dit ziet er goed uit, jongens. Heerlijk. Hey Nesje! Nesje is eindelijk thuis. Kijk dan. Lekker, 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 lekker. Lekker, 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 lekker. Eet smakelijk. Oh, we hebben inmiddels heerlijk gegeten. Helemaal een bezweet hoofd heb ik ervan. Ik ga stuk. Ik heb net ook even mijn vriendin afgezet bij Station. En ik ben eigenlijk nu weer gewoon thuis. Ik ben net voor de deur geparkeerd. Dus ik ga even lekker naar boven. Even chillen. En ik moet echt zwaar editen. Want ik heb 3 dagen niet geüpload. Gewoon zonder reden. Omdat ik gewoon geen zin had om te editen. Dus dat vind ik best wel erg. Inmiddels lekker thuis. Met Nessim op de bank. Die op zijn telefoon zit. Leuk hè. En ja. Ik ben lekker even gezond aan het snacken. Ik heb hier arbeidjes. En ik heb een handvol met walnoten. Lang niet gegeten. Maar ik wil het weer oppakken. Eerlijk te zijn is het gewoon hartstikke lekker. Het is echt niet dat ik het vies vind ofzo. Eenmaal dat ik het zeg maar heb gegeten, vind ik het gewoon wel weer lekker. Wat is er? Irriteer je aan mij? Omdat ik aan het vloggen ben. Morgen te veel door elkaar. Ja.